Gemeenten proberen vuurwerkvandalisme tegen te gaan. Zeeuwse oliebollen wisselend van kwaliteit volgens jaarlijkse test. En we blikken terug op een bewogen 2011 met Johnny Hogerland. Zeeland nu. Mirjam van Wouwen. Goedenavond. Een 37-jarige man uit Goes is vandaag aangehouden omdat hij verdacht wordt van miljoenen fraude met bankpassen. Samen met twee anderen zou de man bankpassen hebben aangevraagd, waarmee geld van de bankrekening van anderen werd opgenomen. De mannen zouden tientallen mensen benadeeld hebben. Op verschillende plaatsen, ook in Goes, zijn huiszoekingen gedaan. En op een van de adressen werd een wapen aangetroffen. Tientallen afvalbakken, papiercontainers en brievenbussen in Zeeland worden de komende dagen afgesloten of zelfs weggehaald. En dat is om schade door vuurwerk te voorkomen. De schade kost de gemeente jaarlijks duizenden euro's. In Oost-Capelle moest vandaag de voetbalkooi eraan geloven. De gedemonteerde kooi wordt overgebracht naar een loods om daar tot na de jaarwisseling te blijven. Voor het weghalen van de gemeentelijke eigendommen kijkt Veren naar bekende verzamelplaatsen van de plaatselijke jeugd. Zo'n keuze, dat is gezien de laatste jaren waar de meeste vernielingen plaatsvonden. Nou, en daar zoomen we op in. Niet alles wordt weggehaald, maar daar op de black spots, daar halen we ze weg. Alleen al in de gemeente Veren verdwijnen deze dagen 63 bloembakken en 143 afvalbakken uit het straatbeeld. In totaal steekt de gemeente 178 manuren in het weghalen en terugzetten van de objecten. Bij de vorige jaarwisseling werd voor bijna 14.000 euro vernield in Veren. Gelukkig is het schadebedrag steeds minder geworden. Dit brengt wat kosten met zich mee om zeg maar tijdelijk op te slaan. Maar dat weegt echt op tegen de extra kosten die met zich meebrengt dat het echt kapot gaat. De jeugd in Oost-Capelle moet het dus de laatste dagen van het jaar zonder voetbalkooi stellen, maar daar hebben ze begrip voor. Dit drietal heeft zelfs een heuse boodschap voor hun leeftijdsgenoten. Niet met vuurwerk alsjeblieft, stunten. Want dan kost de gemeente heel veel geld. En dan moeten we heel veel belasting betalen. Met het weghalen van de voetbalkooi en andere objecten en de al gestarte voorlichtingscampagne hoopt Veren op minder vernielingen dan vorig jaar. Villa Kierewiet. Zo hebben drie krakers het oude dierenasiel in Middelburg genoemd. Ze hebben het pand gekraakt omdat ze vinden dat er te weinig betaalbare woonruimte in de gemeente is. Sinds mei dit jaar staat het voormalige dierenasiel op het Middelburgse industrieterrein Ramsburg leeg. Dus dachten drie studenten van hun woningnood een deugd te maken. Hallo, welkom in Villa Kierewiet. Ik ben Aaron Kort. Ik woon hier sinds vrijdag. Wij hebben dit pand gekraakt. En nou ja, treed binnen. En waarom kraken jullie hier? Ik kraak hier omdat ik geen geld heb voor andere woningen die beschikbaar zijn hier in Middelburg. En ik wel een dak boven mijn hoofd nodig heb. Nou ja, dit is onze huiskamer. Ik slaap hier nu nog tijdelijk. Ik ga uiteindelijk boven hebben, krijg ik een slaapkamer. En die moet ik nog even inrichten. Dit pand staat leeg. Het staat op de lijst om te slopen. We kunnen niks kapot maken wat niet gesloopt wordt. Dus ik zie niet waarom de gemeente het niet prettig zou vinden als wij hier dit pand betrekken. Nou, dit is mijn slaapkamer. Tenminste, dat wordt het. Mijn bed moet nog komen. En hier hebben blijkbaar katten gezeten. En je ziet toch allemaal een soort speeltoestellen van, van de katten die hier hebben gezeten toen het asiel er nog was. Mijn ouders hebben gekraakt gewoond. Mijn zus woont gekraakt. En ik zie daar gewoon wel de goede punten van in. En ik sta ook achter de volledige ideologie van een pand niet leeg laten staan, omdat het gewoon slecht is voor een pand. Hoe lang denk je dat jullie kunnen blijven zitten? Ja, ik hoop er gewoon een paar maanden te kunnen zitten op zijn minst. Ja, op langere termijn is het gewoon niet haalbaar, want ze hebben gewoon plannen voor deze grond. En we gaan zien hoe ze reageren. We hebben dat pand nodig, dat asiel is ontruimd, omdat daar een weg aangelegd moet worden. We hebben in november opdracht gegeven aan een sloopbedrijf en het moet eigenlijk op korte termijn gesloopt worden. De gemeente Middelburg wil via een kort geding de krakers weer uit het asiel krijgen. Dat gaat na verwachting een paar weken duren. Dus of dit lijstje afgemaakt gaat worden, valt nog te bezien. In de oliebollentest van het AD scoren Zeeuwse bollenbakkers dit jaar wisselend. Meesterbakker Bliek aan het Damplein in Middelburg krijgt een 7,5.
De Hollandse gebakkraam van Hans van den Corput in Vlissingen moet het met een magere 5,5 doen. Patricia's oliebollen op de markt in Goes scoort een dikke onvoldoende. Wat de een lekker vindt, vindt de andere niet lekker. Dus wie beoordeelt op wat, wat goed is? Want het vetgehalte was in principe was goed, het gewicht was goed. Dus dat vind ik eigenlijk heel jammer. Dus wie beoordeelt wat goed is en wat, dus wat lekker is en niet lekker, zeg maar. Neem eventjes die beoordelingen met u door. Varkensvoer, Patricia, ja, is de definitie van smakeloos. Ja. Stelt de jury, ja, dat ligt er toch niet om? Nee, inderdaad. Ik vind het alleen heel erg voor mijn klanten dat ze dat vinden. Wij staan hier al 31 jaar. En ik neem toch aan dat als het echt zo is wat het AD schrijft, wat doe ik hier dan 31 jaar? Wat voor verklaring heeft u dan voor die slechte beoordeling? Ik kan daar geen verklaring voor geven. Ik sta nog steeds achter mijn product. Wij veranderen niks, kan ik u vertellen. Want wij hoeven niks te veranderen. Wij staan hier 31 jaar. Dus, en het enige wat ik heel erg vind is voor mijn klanten dat ze dat erachter hebben gezet. Dat vind ik gewoon heel erg. Ja, wilt u er een proeven, mevrouw? Maar ik ken ze. Ik heb ze net meegenomen. U hebt ze net meegenomen? Oh, dan moet u eventjes... Mag u even een hapje nemen? Ja, maar ken ze? Ja, neem maar even een hapje van. Heerlijk. Mevrouw, u staat hier te smullen van Patricia's oliebollen. Hoe smaakt deze? Fantastisch. Lekker warm. Gewoon niet van buiten, maar ook van binnen. Geen hint van zeemleer of zo? Nee, ik vind ze zalig zo. Ze hebben een beoordeling gekregen van een 3 van een AD-jury. Dat kan je niet maken. Want de ene houdt van vet en de ander houdt van droog en de ander houdt van veelvulling. Ieder smaak is verschillend. Wat voor cijfer zou u geven? Of ik voor mezelf zou hem 7,5 geven. 7,5? Ja. De stemming die luidt vandaag, ik bak mijn eigen oliebollen wel. Een derde bakt ze inderdaad zelf, maar de meerderheid van de stemmers begint daar niet aan en koopt ze gewoon bij de bakker of een oliebollenkraam. De Raad van State wil dat staatssecretaris Bleker duidelijk maakt waarom hij maximaal 4000 broedparen grote sterns wil beschermen in de Westerschelde en Saaftingen. Dat blijkt uit de uitspraak in de zaak die is aangespannen door de vogelbescherming. Volgens de vogelbeschermers moet in het deltagebied veel meer ruimte zijn voor vogels. Het waterpeil in Zeeland is weer normaal, laat waterschap Scheldestromen weten. De extra pompen om de vele regen van vorige week weg te pompen zijn weer weg. Op 3 plekken in Zeeland waren extra pompen neergezet om samen met de vaste gemalen het water weg te pompen. De regen van de komende dagen zal niet zorgen voor problemen, zegt het waterschap. Zeeland krijgt 11 agenten die dieren gaan beschermen. Maar die worden niet ingezet om de rugstreeppad te beschermen, antwoordt het Middelburgse College op vragen van D66-raadslid Rob van Eikelenburg. De zeldzame rugstreeppad zit in kleine aantallen op het terrein van het voormalige miniatuur Walcheren. Dierenagenten in Zeeland worden alleen ingezet bij meldingen over bijvoorbeeld dierenmishandeling en stroperij. We staan in deze laatste week van het jaar stil bij Zeeuwen voor wie 2011 een bijzonder jaar was. Wielrenner Johnny Hogeland werd door zijn valpartij in de Tour de France wereldnieuws. Het leverde de 28-jarige Hogeland een heldenstatus op, maar wel een tegen wil en dank. Je zit in een etappe die je kan winnen, of waar je rijdt voor overwinning. Je pakt die bollentrui terug, ja. Eigenlijk is het een hele mooie dag, maar dan ook zo dubbel, zoiets onwerkelijks. Ja, dan is dat je vader die aan de finish staat, dat is toch wel alles bij elkaar gewoon heel emotioneel. Ja, dat kun je van tevoren niet bedenken natuurlijk, maar ja, zo is dat gewoon. Het was voor Hogeland een enorm hectisch jaar. Inmiddels komt hij in zijn nieuwe huis in de zak van Zuid-Beveland tot rust. En mag hij nog één keer, hij is de tel inmiddels kwijt, het verhaal van die zondag de 10e juli vertellen. Ja, je breekt niks en dan haal je toch door. Ja, achteraf zie je dat het toch wel ernstig is, maar op zo'n moment denk je natuurlijk nooit aan stoppen. Niet op zo'n moment als je daar weet dat je de bollentrui terug hebt gepakt. Ja, dat had heel veel door je hoofd en ook wekenlang. Alleen ja, ik ben iemand die dan in de, vooral voor het oog van de camera iedereen onderuit de zak gegeven. Ja, ik denk niet dat ik daar veel mee opschiet ook. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel waarderen, dat ik vrij rustig bleef. In mezelf heb ik heus wel eens gevloekt, alleen op dat moment ben ik gewoon kalm gebleven. Hij wordt in 3 weken fietsen een bekende Nederlander en oogst ook verder buiten bewondering. Maar uiteraard ook bij zijn collega-renners. Bijvoorbeeld die grote mannen die zeiden wel de dag erna van... ja, ongelooflijk wat je doet. Of een van die slechts zei, joh, legend, dat ik zeg maar zo doorreed.
ja, dat is op zich wel leuk. Alleen, ja, gewoon mensen die dichtbij je staan, die het waarderen en die je steunen, dat is voor mij toch iets meer van waarde dan collega's die iets tegen je zeggen. Kun je je voorstellen dat mensen je als een held zijn gaan zien? Nee, eigenlijk niet. Ik snap wel dat mensen me waarderen om mijn doorzettingsvermogen, maar een held, ja. Ik vind een held iemand die een ander redt van een verdrinkingsdood of weet ik veel wat. Een held, ja. Ik snap heus wel dat mensen me waarderen om mijn karakter en doorzettingsvermogen, maar een held gaat me soms net iets te ver. Als je soms ziet mensen die naar je toe komen, hoe ze tegen je op je kijken, die zien je, die kijken echt tegen je op je. Ik vind dat een wat apart gevoel eigenlijk. Denk je dat je er ooit nog vanaf komt? Want je vindt het heel vervelend als er Johnny Prikkeldraad gezegd wordt, maar kom je daar ooit nog vanaf, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat volgend jaar gewoon een hele grote koers moet winnen en dat ze het daarover hebben. En die grote koers zou dan bijvoorbeeld de Olympische wegrit in Londen of het WK in Valkenburg moeten zijn. En hij wil sportieve revanche in de Tour de France. Ik hoop dat ik in zo'nzelfde situatie zit als vorig jaar, maar dat we het dan af kunnen maken. En wel weer die trui ook? Ja, die zou ik wel graag weer aan hebben. Ja. Zou toch wel, om na alles wat er gebeurd is, om dan toch weer aan te trekken, zou wel heel mooi zijn. Ja, en hier in de studio de vader van Johnny, Kees Hoogerland. Goedenavond. Goedenavond. Uw zoon vindt zichzelf geen held. Wat vindt u? Ik vind het ook niet. Ik vind, in de oorlog had je helden en mensen die andere mensen het leven redden, dat zijn helden. Maar Johnny is absoluut geen held. Een sportheld? Ja, zo zien veel mensen hem wel natuurlijk. Hij heeft er wel dingen laten zien waardoor mensen je in de sport een held vinden. Dat klopt, ja. Hij heeft zelfs een beetje een hekel aan die naam, hè, held. Ja, hij heeft het net in het filmpje gezegd. Hij vindt het ook niet en ik vind het ook niet. En ik snap het ook wel, want het komt wel heel mensvererig over. En daar houdt Johnny absoluut niet van. Doorzetter is hij wel. Dat is gebleken. Hij heeft in de Tour de France echt dingen laten zien waar mensen heel trots op zijn. Met name ik ook. Ja, dat snap ik als vader. Ja. Is Johnny veranderd dit jaar? Nee hoor, ik vind van niet. Johnny is gewoon zichzelf gebleven. En dat kun je ook zien in interviews die hij geeft en hoe hij overkomt. En met name ook hoe hij vlak na het ongeluk overkwam. Hij heeft heel de wereld heeft het gezien. Heel de wereld wilde alles van hem weten. Heeft dat niks met hem gedaan? Nee, heeft niks met Johnny gedaan. Johnny is echt zichzelf gebleven. Hij heeft er wel heel druk mee gehad natuurlijk. En heeft iedereen netjes te woord gestaan. Maar Johnny is gewoon Johnny gebleven. Ja. Gelukkig wel. En nou zei hij zelf al, ik zal eigenlijk een grote koers moeten winnen. Willen ze me van iets anders herinneren dan van die valpartij? Gaat hij dat volgend jaar doen? Gaat hij een grote koers winnen, denkt u? Ik denk van wel. Als je kijkt naar de Tour de France bijvoorbeeld, de eerste 10 dagen zijn op het lijf van Johnny geschreven. En dan kan hij een etappe winnen en dan kan hij ook de bolletjes er weer pakken. En dan wordt hij later herinnerd als de winnaar van en niet als die jongen van dat prikkeldraad. Wordt hij herinnerd om zijn prestatie. En dat is natuurlijk voor de sportman het belangrijkste. En voor zijn vader ook. Dat zou ik ook heel leuk vinden, klopt. Ja. Dank u wel dat u hier was. Graag gedaan. Het weer dan in Zeeland van vandaag en morgen. Vandaag was er veel bewolking, maar er viel geen regen van betekenis. Later in de middag klaarde het wat op. De temperatuur was vanmiddag 7 graden. Morgen is er vrij veel bewolking met vooral in de middag regen. En het wordt opnieuw zo'n 7 graden. We sluiten deze uitzending af met beelden uit de voormalige zware plaatwerkerij in Vlissingen. Want daar was vanmiddag een dansshow te zien op het ijs dat daar deze kerstvakantie ligt. En tot zover Zeeland Nu van deze 28e december. Straks zoals gebruikelijk het uitgebreide weerbericht. En in de Zeeuwse documentaire reeks vanavond wie de gunst aan een gitaar kan geven. Over de geschiedenis van de Eddie Christiani Award. De prijs die ieder jaar in Vlissingen wordt uitgereikt aan een bekende gitarist. Fijne avond. Heeft u tips? Bel ons of mail.